Goedendag. Een wintersplaatje gisteravond vanuit Assen in Drenthe. Daar werd het herder toch wel even wit door de natte sneeuwval. Zeker tijdens de wat intensievere neerslag kon het echt wel even wit worden. En was er echt wel een winterse aanblik in die regio's. Maar goed, op heel veel andere plekken was het gewoonweg nat en erg zacht. Op heel veel plaatsen zagen we dit soort plaatjes, grote plassen. En die zullen de komende dagen ook echt nog wel verder aangevuld gaan worden, want van die regen zijn we voorlopig nog niet af. Dat zien we ook goed terug op de weeranimatie. Die storing die ligt op dit moment al ten noordoosten van ons land. In de middag, vrijdagmiddag, hebben we vaker te maken met wat opklaringen. Maar het is wel maar tijdelijk. Zeker de kustregio's blijven nog wel gevoelig voor wat regen. Zaterdag overdag is het overwegend droog. Maar in de loop van zaterdag, zaterdagavond en in de nacht naar zondag... trekt een nieuwe regenstoring over. Kan regionaal eigenlijk wel weer flink gaan doorplensen. Zondag overdag is het dan wel weer wat vaker droog. Maar in de avond van zondag volgen opnieuw regenachtige perioden... En zo houdt dat wisselvallige weerbeeld voorlopig nog wel even aan. Dan de weersymbolen voor vandaag. De temperatuur die komt erg hoog uit, met waarden tussen 11 en 14 graden. Voor de beeld staat het databrecord vandaag op 13,6 graden en daar komen we dus echt wel in de buurt. Het weerbeeld laat daarbij vanmiddag een mix zien van zon, wolken en nog enkele buien die soms overtrekken. Met name in het noorden en in de kustregio's is dat het geval. En de wind is zuidwestelijk en overwegend matig van kracht. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog, zeker verder in Warszaak, de kustregio's. Daar kan toch nog wel wat regen vallen. En uiteindelijk komen de minima uit zo tussen 6 en 8 graden. Zaterdag overdag, opnieuw een erg zachte dag, maxima tussen 12 en 14 graden. En normaal zitten we in deze tijd van het jaar zo rond 6 à 7 graden overdag. Het is daarbij wel overwegend droog, maar de bewolking overheerst. En in de loop van de dag dus wel die toenemende kans op regen vanuit het zuiden. Maar die zal met name in de avonduren en in de nacht gaan overtrekken. En de wind is zuidoostelijk en overwegend matig van kracht. De dagen daarna zijn de eerste dagen toch wel iets vriendelijker. Zeker de maandag zijn er vaker droge perioden met soms al wat ruimte voor de zon met dan een graad of 9. De dagen daarna zien we dat de temperatuur toch langzaam weer omhoog gaat kruipen. Maar we krijgen er geen stabiel weertype voor terug. Storingen die doen echt wel ons land aan. Het kan regelmatig weer flink gaan doorplensen. En als ik dan even naar de iets langere termijn kijk, dan zien we inderdaad hier weer die piek van de temperatuur. Zeker op woensdag en donderdag kan het erg zacht gaan worden. Maar daarna zien we op langere termijn toch weer een iets afkoelende trend met langzaam een toename van de kans op wat nachtvorst. Tot de volgende keer.